Ook vanavond vraagt de politie weer uw medewerking in het oplossen van zaken. Ja, dit opsporingsblok doen we altijd samen met politie en justitie. Ben zometeen een schietpartij en een inbraak. Maar laten we eerst kijken naar de uitzending van vorige week. Toen lieten we beelden zien van een overval op een filiaal van het Kruidvat in Zutphen. Ja, dat was op vrijdagavond 11 januari in het filiaal aan de Donkere Steeg. We hadden van die overval goede bewakingsbeelden en dat leverde uiteindelijk 4 tips op, waarvan enkele zeer bruikbare. En de recherche heeft goede hoop deze zaak binnenkort te kunnen oplossen. En verder lieten we toen ook nog beelden zien van sieraden die gevonden waren bij een man uit Ede op 30 januari. Ja, helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd. Wel zijn er tips binnengekomen naar aanleiding van de mishandeling van een man op de hoek van het Koningsplein en de Eusebius Binnensingel in Arnhem. Door de uitzendingen van dossier GLD en opsporing verzocht zijn uiteindelijk 3 tips binnengekomen. En de recherche is daar druk mee bezig op dit moment. Maar het mooiste nieuws bewaren voor het laatst. Dat klopt. In onze uitzending van 13 december lieten we bewakingsbeelden zien van een man die op 30 november een overval pleegde op het Spar-filiaal aan de Sedelaan in Dieren. Naar aanleiding van onze uitzending heeft de recherche vorige week een verdachte kunnen aanhouden. Dat is een 17-jarige jongen uit Dieren. En op dit moment wordt onderzocht wat zijn rol bij die overval is geweest. Nou, dat ziet er in ieder geval heel hoopvol uit. Dan de zaken van deze week. Zometeen de schietpartij in Wageningen. Maar eerst een zaak uit het rivierengebied. Want daar werd onlangs een inbreker aangehouden. Ja, dat was in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 januari. Toen kregen we een melding van een oplettende getuige. En we konden naar aanleiding van die melding op de burgemeester Houtkoperweg in Lienden een man aanhouden die we ervan verdenken op die plaats een aantal woninginbraken te hebben gepleegd. Het betreft een 22-jarige man uit Renen. En op de plaats waar hij werd aangehouden troffen we ook een auto aan met daarin een aantal spullen. En waren die spullen ook gestolen? Ja, de meeste daarvan hebben we weer kunnen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Er zijn nog een paar spullen overgebleven. Het gaat om deze verrekijker die in een kunststof koffer zit. En om een oude spiegelreflexcamera van het merk Canon. Deze camera die zit in een bruine tas. Nou, als iemand zijn spullen herkent, dan kunnen we wellicht nog een inbraak oplossen. En de eigenaar die kan zich natuurlijk melden op het bekende nummer 0800 6070. En ook deze week hebben we weer beelden van gevonden sieraden. Inderdaad, op maandag 4 februari hielden mijn collega's in Elspeet een inbrekersduo aan. Dat kwam door een tip van een getuige. En een gedeelte van de buit die ze bij zich hadden konden we vrij direct koppelen aan een aantal inbraken in Elspeet. Een ander gedeelte van de buit, waaronder veel sieraden, hebben we nog niet aan een inbraak kunnen koppelen. En ja, daarom zijn we op zoek naar de eigenaar van die sieraden. Herkent u de sieraden, dan kunt u bellen met de opsporingstiplijn 0800 6070. Twijfelt u nog een beetje of wilt u de beelden nog eens rustig bekijken? Dan kan dat op onze site dossiergld.nl. En dan hoopt de politie vanavond meer informatie te krijgen over een schietpartij in Wageningen. Onlangs werd daar een man van 33 neergeschoten. Ja, Ben, kun je daar al iets meer over vertellen? Ja, dat gebeurde op dinsdagavond 5 februari. De bewoner van een woning aan de Tarthorst die kwam die avond rond 21:50 thuis en trof in zijn woning een indringer aan die hem vervolgens neerschoot. Gelukkig heeft hij zelf nog kans gezien om de hulpdiensten te waarschuwen. En was hij er ernstig aan toe? Hij is toen direct per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Gelukkig is hij nu buiten levensgevaar. Maar het had natuurlijk veel slechter met hem kunnen aflopen. In ieder geval is een uitgebreid rechercheteam bezig om deze zaak te onderzoeken. En het rechercheteam is op dit moment ook dringend op zoek naar getuigen. En hebben jullie al een idee waar jullie die getuigen kunnen vinden? We beschikken inmiddels over beelden van een bewakingscamera die aan de achterzijde van de C1000 zit. Deze camera heeft zicht op de straat waar de woning van het slachtoffer aangelegen is. En op deze beelden zien we een aantal voorbijgangers die rond het tijdstip van de schietpartij zijn langsgekomen. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, rond het tijdstip van 21:50 zien we een kleine vijfdeurs auto van een lichte kleur voorbij rijden. En even later komt vanaf de andere kant een donkere auto, mogelijk een stationcar. De inzittenden van deze twee auto's die zouden de dader hebben kunnen zien vluchten. Dan zien we een fietser die langskomt. Die rijdt langs het latere losplaats van de C1000. Deze beelden zijn niet echt duidelijk, maar het kan goed zijn dat de fietser zichzelf herkent. Vervolgens zien we een hond door het beeld lopen, waarschijnlijk een golden retriever. De eigenaar van deze hond staat niet op het beeld, maar die moet in de buurt geweest zijn.
Nou, al deze getuigen willen we heel graag spreken. Het kan natuurlijk zijn dat deze getuigen ook al tijdens het buurtonderzoek met de politie hebben gesproken. In dat geval willen we toch graag dat ze zich even bij ons melden. En dat zijn allemaal getuigen die op de beelden te zien zijn. Het rechercheteam heeft ook een week na het incident een passantenonderzoek gehouden. Is daar nog iets uitgekomen? Ja, rond het tijdstip van het schieten is in de buurt van de woning een jonge vrouw gezien met een opvallend lichte jas aan. Die vrouw had een telefoon in haar hand en was mogelijk aan het sms'en of whatsappen. Die vrouw willen we heel graag spreken. Daarnaast zijn bij de woning rond het tijdstip van de schietpartij twee mannen gezien. En die kunnen voor ons zeer belangrijke getuigen zijn. Het zou mooi zijn als deze mensen zich vanavond nog melden. Heeft het rechercheteam dan nog meer vragen? Ja, toen het slachtoffer al was neergeschoten, zou een fietser langs de woning zijn gereden. Mogelijk dat die fietser zich herinnert dat daar toch iets bijzonders aan de hand was. In dat geval willen we hem of haar natuurlijk graag spreken. En dat geldt in principe voor iedereen die iets over deze zaak weet. Die verzoeken we met klem om met ons contact op te nemen. Heeft u zichzelf herkend of heeft u die avond misschien iets gezien wat van belang kan zijn voor het onderzoek? Belt u dan het opsporingstiplijn 0800 60 70. U kunt het ook anoniem doen op 0800 7000. Ja, en Ben, het rechercheteam heeft nog één belangrijke vraag. Ja, we willen iedereen oproepen die beschikt over bewakingsbeelden waarop de openbare weg in de wijk Darthorst of de omgeving is te zien, om de beelden van de avond van 5 februari aan ons ter beschikking te stellen. En daarvoor kunnen ze ook met de opsporingstiplijn bellen.